Nou, het Haas afgelopen jaar mag zeker een succes voor ons genoemd worden. Ik heb in eerdere interviews, sedert mijn aantreden, nu ruim 22 maanden terug, heb ik aangegeven dat onze doelstelling is om binnen 3 jaar uit de rode cijfers te geraken. En we kunnen stellen dat we voor 75% al dat hebben gerealiseerd door te zorgen dat we efficiënter zijn gaan draaien. Mijn wens is dat we onze productiecapaciteit gaan vergroten. We hebben met succes 3 productielijnen, laat me zeggen, al op 1 na al in werking, 2 draaien al. De derde, dat is just a matter of time. We hebben wat problemen ondervonden met onze watersituatie naar onze Seabob fabriek. Dat is CIS, dat is onze dochteronderneming. En met onze, laat me zeggen, collega bedrijf SWM. Die ondersteunt ons om natuurlijk zo snel als mogelijk het probleem op te lossen. Als we letten op de dienstverlening naar ons publiek, kunnen we geruststellen dat dat natuurlijk beter behoeft. De mensen geven ook aan dat ze meer van ons willen, meer producten willen zien. En wij beantwoorden die oproep zeker. Dus dat is natuurlijk een uitdaging voor ons voor 2018 om beter uit de verf te komen. Als we letten op ons assortiment is dat natuurlijk best wel weinig. Men wil meer producten, meer verschillende soorten vis, meer sommige mensen willen van die andere. Daarom praten we over seafood producten. Men wil inktvis zien, men wil lobster. En dat is een mooie uitdaging voor 2018 om daar inhoud aan te geven. En wij gaan er ook voor zorgen dat we beter uit de verf komen. Dat onze producten ook in de gerenommeerde supermarkten, ook sealproducten te vinden zijn. We gaan ervan uit dat de situatie zal niet slecht blijven. Als het bij Seal is gelukt om met de enthousiaste mensen die we hier hebben. Want dat is heel je moet gemotiveerd zijn. En wij hebben kunnen zorgen dat het bedrijf weer in die opwaartse trend verwachten. Ook dat effect in alle sectoren ook dat we dat zullen resulteren. Dus wij gaan ervan uit, het is een tijdelijke situatie dat het slecht is in het land. Maar als bedrijf, en als u de discussie volgt, merkt u dat parastatale bedrijven, daar zal dus die pushing factor vandaan moeten komen om te zorgen dat we ook onze bijdrage leveren aan onze economie. De kerstboodschap die ik heb naar de samenleving toe is ik begrijp, omdat ik ook deel en onderdeel ben van de samenleving, dat het een heel moeilijk jaar voor velen van ons is geweest. Maar ontan brevi. En ik denk dat uit geloof wij onze kracht moeten putten om verder te gaan. Het zal zijn hard werken. Als je wat beter is, moet naar best. Wat goed is, moet naar beter. En wat slecht is, moeten we natuurlijk ombuigen. Het is niet anders. Niemand gaat het voor ons komen doen. We gaan het zelf naar elkaar toe. Die handreiking moeten doen om gezamenlijk verder te kunnen gaan. Trasma no hebu no wabu hebu srefi. Dus ik roep aan ieder op, vanuit welke positie dan ook, lever een bijdrage. Laten we minder klagen. Laten we proberen elke dag meer te doen. Het begint thuis. Als je de hele week groenten zit te kopen, probeer een beetje te planten. Doe wat voor jezelf. Laat het bij jezelf beginnen. Krimijari. Trasman ook een krimijari. Uit een schone omgeving, denk ik, komen ook de positieve gedachten beter tot uiting. En laten we het samen doen. We gaan het samen moeten doen. En we mogen onze verschillen hebben. Maar laat het niet op de man zijn, maar op de bal. Wat is het issue? Wat zijn de argumenten? En dan gaan we verder. En als we boos zijn op elkaar, dan zullen we morgen verder met elkaar praten. Want als je boos bent en geëmotioneerd, kunnen de meest verschrikkelijke gedachten in je opkomen. En dat hebben we niet nodig. We moeten kijken wat we samen kunnen doen. En ik denk dat we, als we bereid zijn
naar elkaar te luisteren, om met elkaar te communiceren en verder te gaan, dat het wel zal lukken. Ik zie 2018 is wat wij ervan maken, maar ik zie niet in waarom het geen succesvol jaar kan zijn. Voor onszelf als mens, voor het land, voor het bedrijf. Als directeur blijf ik positief gestemd. Ik heb niet kijk naar mijn bedrijfsziel. Ik bedank de werknemers in het gestelde vertrouwen tot nu toe. En men heeft er geloof in dat we samen het bedrijf inderdaad weer tot de top kunnen. We zijn niet ver van de top, maar ik mag zo enthousiast zijn dat ook mededeel aan de samenleving, dat we niet ver zijn. En we zullen het aan de samenleving inderdaad tonen dat 2018 het jaar is van zeel.